Milieuminister Marciano Dassai zegt dat er richtlijnen in de maak zijn voor opkoopbedrijven die goud verwerken. Hij sprak journalisten eerder deze week voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman stelt dat er metingen gedaan zullen worden om te kijken hoe hoog de luchtvervuiling is in de gebieden waar de bedrijven zitten. Het eerste wat er moet gebeuren, er moeten richtlijnen zijn. We zijn nu bezig te werken aan die richtlijnen voor deze goudopkoopbedrijven. Er was al een initiatief geweest door mijn voorganger. Er was een stakeholders meeting geweest. Iedereen was betrokken. En wat er moet volgen zijn de richtlijnen voor deze bedrijven. En daaraan werken wij. Dassai zegt dat hij geen statistieken heeft over het luchtvervuilingsgehalte. Wat hij wel weet is dat de vervuiling heel hoog is. Volgens Dassai moet er heel snel gehandeld worden om de vervuiling tegen te gaan.